Hallo kijkers van de stream, welkom bij een nieuwe poging voor de Ultra Moon Nuzlocke. Ook de kijkers op YouTube, welkom. Eerlijk is eerlijk, ik heb al eens eerder dit geprobeerd, alleen toen ging er iets helemaal fout. Het enige grote probleem is dat ik heb dus een klein stukje gespeeld op de Trainer School, dat van deze game is de intro zo mega pijnlijk lang dat dat echt kut wordt. Maar goed. Ik hoop dat er mensen komen zo meteen om mij daar mentaal doorheen te slepen. En nu weet ik in ieder geval de fouten die ik de vorige keer maakte, welke ik dus niet moet maken. En dan gaan we kijken in hoeverre we ver kunnen komen nu, deze keer. Vorige keer was ik ook nog eens heel druk bezig met praten tegen mensen, dus dat hielp ook niet. Ja, kies die maar. Natuurlijk. Ik heb een stukje zachter gezet. Nou, dan krijgen we dit natuurlijk te zien. Dat Lily weg gaat rennen. Daar heb je Lily. Renny! Oh, ze wordt achtergevolgd door Ether Foundation medewerkers. Gaat ze om de hoek. Oeh, en daar staan opeens andere mensen. Hoe gaat ze dit redden? Pam, pam, pam. Spannend. Ultramaan. Hutsefluts. Nou, dan gaan we opstaan met mijn pincerbed. Dat is wel grappig. Renny. Oh ja, die mag ik nog niet oppakken. En doorlopen dan. Oh, ik had de options even moeten aanpassen. Dat het de deck speed sneller is. Dat scheelt alweer. Oh, nu moet ik volgens mij weer terug. Om mijn spulletjes te pakken. Door deze mooie straat. Met allemaal vallende sterren. Het is fantastisch. Hey, is een Yangoose. Ja, ren maar weg. Dankjewel. Dit zijn... Oké starters. Rowlet is echt wel mijn favoriet. Litten is ook wel oké. Popplio ben ik gewoon niet zo fan van. Ik vind Popplio en Brion wel... echt nice, alleen Primarina is echt heel goor. Incineroar is oké. En Decidueye is echt vet. Oh, nu gaan we hem diep aankijken in zijn ogen. Kaka! Hij is niet shiny, dat is zeer jammer. Moet ik nou meteen een battletje doen of niet? Dat ben ik nou alweer vergeten, dat ik dit pas nog heb gedaan. Ik heb nog geen Pokeballs, die krijg ik straks pas. Dus dan gaat de Nuzlocke ook pas in. Oh. Het is een Rattata. Oeh, die Pokeball gaan we pakken. Dit is een potion. Die kunnen we vast gebruiken. Couldn't get away. Wat is dit voor een onzin? Ik wil maar Rowlet inruilen. Nee. Nee, Rowlet is wel... Wow, dit is wel heftig. What the fuck? Ren gewoon weg, jonge Kees. Nou, we houden. Wat heeft hij nou weer te zeuren? Ja, kies jij dan maar één hou. Hij kiest Popplio. Huts. Hij wordt wel vergeheeld, toch? Ja, ik word wel vergeheeld. Nou, dan gaan we meteen die Popplio slachten. Wat gaat hij doen? Oh jee, hij doet watergun. Oeh, het was nog een crit ook. Holy shit. Nou, dan tackelen we hem met een CKO. Het is vlot. Ik snap dat het goed komt als ik A spam, maar dat duurt het nog steeds fucking lang. Het duurt 3 kwartier tot een uur, hè. Dat is het langste intro ooit. Blijf van me af, jonge Caterpie. Oh jee, ik ben gestringshot. Maar bij de normale Sunnemoed duurt het echt fucking lang voordat je je eerste Pokémon krijgt. Dat is echt niet normaal. Deze game is ook wel pittig. Dus ik hoop dat ik het haal. Geheimpje tussen jou en mij, Munty.
Ik heb op stream alles eerder proberen te doen. Dat is nog geen week geleden. Alleen, toen ging mijn Rowlet dood omdat ik opeens moest vechten. Ik had per ongeluk te ver doorgeklikt. Terwijl die maar heel weinig HP had. En het was ook nog eens een Litten. En die deed meer dan 50%. Dus ik deed elke keer healen. Maar uiteindelijk, hij spamde elke keer Ember. Dus toen ging ik dood. Toen had ik nog wel Pokémon's over. Maar daarmee moest ik vechten tegen... tegen Team Skull. En toen was ik te veel aan het discussiëren en ouwe hoeren met de chat. Dat ik gewoon niet aan het opletten was. Toen waren allemaal Pokémon's opeens dood. Dus daar moeten we eventjes nu voor zorgen dat dat niet gebeurt. De Mahalo Trail. Deze game is ook wel echt vet, vind ik. Qua aesthetics. Ook een leuke game. Eigenlijk zijn alle Pokémon games zijn leuk. De ene is beter dan de andere, maar... Eigenlijk zijn alle Pokémon games leuk. Nou ja, dan wordt hij weer aangevallen door die Sparrows omdat hij niks kan. Ik ben een legendarische Pokémon en ik doe niks. Oh ja, en ik heb net nog in de Aether Foundation allemaal mensen van Lily afgejaagd. Maar nu kan ik niks. Nee, leuk. Please, save Nebby. Dat bepaal ik zelf wel. Oh ja. Kijk, nu vliegt er al een Sparrow naar me toe, hè? Dat betekent dat er nog maar 2 Sparrows bij Nebby zouden moeten zijn. Nou, dan moeten jullie zo eens opletten. Oeh, hij pursuit mij. Nou, oh, dat valt hartstikke mee. Nou, Sparrow is ook dood. Easy win. Ja, ga mijn Nebby halen. Hier, nu zijn er trouwens weer 3. We hadden net 1 verslagen. Oh, en nu doet hij wel wat. En dan brengt hij ons mee in gevaar. Wat een kut Pokémon is die Nebby. Tapu Koko! Dankjewel, Tapu Koko. Je bent een coole boy. Ja, Nebby, je bent een vieze vuile bitch. Als je dat maar even weet. Wat is dat? Dat is een glinsterend object die Nebby even voor je oppakt. I'm so grateful to you. Snap ik. Wie ben jij, jij Lily mevrouw? Ik krijg een glinsterend steentje. Ze doet hem, als ze gewoon in een Pokéball doet, heeft ze nergens last van. Maar als ze hem elke keer in die tas doet, gaat hij er ook elke keer uit. Maar ja, hè, anders hadden we geen plot. De Kahuna is back. Het is verschrikkelijk. Of niet? It's your boy Hala. Ja, we hebben Tapu Koko gezien. Het was fantastisch. Al een glinsterend steentje die hij zo meteen door onze rugzak kan zien. Want dat is de grootste onzin. Moet maar eens kijken. Dat is echt heftig. Ja, kijk. Ik had een glinsterend object in mijn rugzak die niemand kan zien. Ik mag morgenavond komen om te gaan vechten. Fantastisch. Laat me met rust. Laat me weggaan. Dankjewel. Ja, iedereen zit nou wel te lachen, maar zo grappig is dat niet. Gewoon op je Pokémon letten, jonge Kees. Oh, we moeten naar route 1, want ik moet Pokémon's leren vangen. Nou, een Pokémonnetje vangen is natuurlijk wel fijn. Maar dat betekent wel dat de Nuzlocke echt begonnen is. Hier, kijk, dit bedoel ik. Dus een stapje naar buiten en dan gaat hij weer wat zeggen. Had het net gezegd, hoef je het niet nog een keer te zeggen. Zo, nou. Ik krijg nu Pokéballs en dat betekent dat de Nuzlocke echt begonnen is. En 5 potions. Dat is altijd fijn. Dankjewel. Oké, deze Pokémon mogen we vangen. Welke Pokémon is het? Oh, het is een Grubbin. Nice. En volgens mij is route 1 in deze game 100% catch rate. Dus dat zou super nice zijn. Ik heb de Grubbin. Super nice. Nice, we hebben een Pokémon. Oeh, en die Pokéball wil ik. Pokéball. En onze eerste battle. Dat is niet waar, we hebben ook te gauw gebatteld. Maar onze eerste wilde battle. Van een mevrouw die daar haar hele leven staat totdat ik langs kom lopen.
Let's do this. Het is Lars Audrey. Hallo Lars Audrey. Met je Bunary. Nog een keer Leavage. Rotse vlot, weg met Bunary. Kijk, level 8. Volgende battle. Tegen Timmy of zo, ik weet niet hoe die heet. Vincent. Jimmy. Oeh, bijna Timmy. Ik had het bijna goed. Oh, super nice dat ik die pack heb. Dan maakt die Caterpie toch een stuk makkelijker. Nou, Jimmy, het was niet echt de moeite waard, maar jij bent verslagen. Oeh, die Pokéball pakken we. Het is Pichu. Oeh, dat is wel een low encounter. Of een rare encounter. Die had ik op zich wel grappig gevonden om te hebben. Laten we hier de potion maar pakken. Oh, dat kleine stukje gras. Oké, oh, en deze wil nog vechten. Deze mijn free wil ik zeggen. Hoe heet die Bastiaan? Olivier of Oliver. Oeh, bijna one hit kill. Nou, tackle. Rattata ook weg. Het is fantastisch, Hala. Laat me alsjeblieft gewoon doorlopen en tegen hou vechten, dank je. Ziet die Pichu stoer doen met zijn staart, jongen. Het is je boy Poplio. Ey, een crit, daar houden we van. Ja, dankjewel, hou. Nou, dan krijgen we al dat gouden hoer weer. Oh ja, nu krijg ik die bracelet natuurlijk. Oh, de power ring mag ook.